Mijn hele familie heeft eigenlijk altijd in de bouw gezeten. En vervolgens ben ik civiele techniek gaan studeren. En dat is eigenlijk een hele brede opleiding. Maar in mijn eerste stage kwam ik eigenlijk op de afdeling waterbouw terecht. En toen was ik verkocht. Nederland staat bekend om zijn waterbouw. Het is geweldig dat wij zoveel oplossingen hebben kunnen vinden om Nederland toch leefbaar te houden. Al die grote waterwerken, denk aan de Maaslandkering, Oosterschelde. Het mooiste project voor op dit moment vind ik de zandmotor. Die ervoor zorgt dat al het zand wat in een jaar wordt weggeslagen aan de Nederlandse kust, weer wordt teruggeplaatst. We hebben eigenlijk gekeken naar de Blankenburgtunnel. Dat is een nieuwe tunnel die de A15 met de A20 moet verbinden onder de nieuwe waterweg door. Die wordt aangelegd ten behoeve van de Ruit van Rotterdam om daar de verkeersdruk van af te halen. Die gaat hierbij onder een primaire waterkering door en daar moet een oplossing voor worden gezocht. Het leek erop dat de Blankenburgtunnel niet door zou gaan, omdat er te veel protesten waren van natuurorganisaties en omwonenden. Dus zijn wij gaan kijken naar een oplossing die het uitzicht toch in ere houdt en de waterveiligheid tegelijkertijd kan veiligstellen. De belangrijkste conclusie is dat het huidige ontwerp, zoals het er lag, de beste oplossing is, ook al schaadt het toch de inpassingsmogelijkheden in het huidige ecologische hoofdstructuur. De voornaamste verandering wat wij zouden voorstellen is een kantendijk aanleggen met een kleine inkeping, waar dus een noodsluiting in toegepast zou kunnen worden. En dat je zou kunnen kijken naar een versmalling door het gebruik van damwanden bijvoorbeeld, in plaats van dat je volledig grondlichaam gebruikt. Zodat de kantendijk iets lager is, maar de waterveiligheid toch gewaarborgd wordt. Ik denk dat de Nederlandse uitdagingen op het gebied van watermanagement groot zijn. Het wordt steeds complexer, steeds uitdagender. Ook Nederland blijft zakken. Maar op steeds meer plekken in de wereld zijn er oplossingen nodig om het land droog te kunnen houden. En ja, het water buiten de deur.